Ja, kijk er zo wel even naar. Ik ga nu eens even die man in Milaan terugbellen. Dus je blijft? Onder bepaalde voorwaarden. Zoals? Onze relatie is puur zakelijk. Dus geen insinuaties, geen verborgen agenda en geen afspraken buiten de deur. Oké, beloof ik. Ik blijf beneden op het secretariaat werken. Daar kan ik mee leven. En niet lief tegen me doen. Ik zal mijn best doen. Dat was het. Ik zie je morgen. Mag ik ook nog wat zeggen? Ja, natuurlijk. Welkom terug. Hoe zit het nou precies met Fico? Ja, dat is niks. Oh. Tussen mij en Fico. Niet! Weet je nog, Lot, wij hebben je gewaarschuwd. In de mokka zaten we. Ja. En toen hebben wij gezegd, al Fico's secretaressen zijn verliefd op hem geworden. Ja. Allemaal, zielig. Ja, je moet sowieso niks beginnen met een collega. Dat is stom, dat weet iedereen. Ja. Hoe groot is die kans nou? Ik bedoel, op wie zou je op dit kantoor nou verliefd moeten worden? Freddy? Mark? Nee, die is toch de enige die een beetje door de beugel kan. Ja, dan mag je beginnen met een nummertje trekken. Er zijn nog 50 wachtende voor. Ja, precies. Maar vertel nou, hoe zoent hij? Ja, dat is helemaal niks geweest. Ik zie het al. Hou je van hem? Hou ik van hem? Ik vind dat hele grote woorden, Marianne. Ja, ik ook. Tjonge. Ja, misschien wel. Maar je kan toch ook van iemand houden zonder iets met die persoon te willen? Ik bedoel, Fico en ik, het is meer een soort onbereikbare liefde. Ja, ja, een soort jeuk waar je dan niet bij kan. Nou, doe niet zo flauw. Dat is toch hartstikke romantisch? Ja. Een onbereikbare liefde die nooit zal opbloeien. Het is alleen zo jammer dat je met die onbereikbare liefde de hele dag moet samenwerken. Ja, Lot, hoe ga je dat doen? Want voor je er erg in hebt, dan zit je weer over koetjes en kalfjes te kletsen. Of over bloemetjes en bijtjes. Bloemetjes en bijtjes. Hè? Briefjes? Ik schrijf alles op briefjes. Zo weet ik zeker dat we het zakelijk houden. Briefjes? Hier. Lot. Tegen de tijd dat die op zijn, ben jij wel over je onmogelijke liefde heen. Of zwanger. Huh? Wat is dat? Dit is het Fico-Lotte communicatiesysteem. Ja, zodra Fico mij een vraag stelt, dan krijgt hij keurig antwoord op een briefje. Zo weet ik zeker dat het allemaal formeel en zakelijk blijft. Ja, dat vind ik echt het meest idioot idee dat ik ooit heb gehoord. Ja, is je het briljant? Hoe werkt het? Lotte, kan ik je even spreken? Waar gaat het over? Maar even serieus, kom op. Ik zou het liever hier op kantoor afhandelen. Zet het anders op de mail. Dan kijk ik er even naar. Ik ga even bellen. Wat is dit voor een kinderachtige onzin? Doe alsjeblieft even normaal. Gedraag je naar je functie. Je bent geen middelbare scholier met een financieel manager. Het overleggen onder vier ogen met de algemeen directeur over kwesties die ook schriftelijk afgehandeld kunnen worden, behoort niet tot mijn takenpakket. Nou is het genoeg. Kom op. Hup. Meekomen. Daniel heeft net een overnamebod gedaan en die wil mij binnen de kortste keren uitwerken. Heb je daar soms ook een kaartje voor? Ik wil een overzicht van wat Emona waard is. Ik wil weten hoeveel Daniel nodig heeft om een bod te kunnen doen dat wij niet kunnen weigeren. Nu, snel! Oh, dus zo werkt het. Goed systeem, hoor. Oh, dat is snel. Hoe staan we ervoor? Oké. Ik zal het lezen, zal ik doen. Maar is het goed of slecht nieuws? Ja. Nou, bedankt voor je snelle rapportage. Jij ook bedankt. Hey, kunnen we hier niet gewoon mee ophouden? We kunnen toch gewoon normaal tegen elkaar praten?
Nee, Lotte, dit is niet normaal. Niet. 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 Hoeveel van die dingen heb je eigenlijk, hé? Genoeg, ja, dat lijkt wel. Oké, okay, goed als het zo wil. Prima, doe het zo, hè? Kijk, hup, hup, voor jou. Ik kan het niet lezen. Hoezo, je kunt het niet lezen? Het staat er toch gewoon duidelijk? Je bent de meest onmogelijke vrouw die ik ooit ben tegengekomen. Perfect. Is het niet heel erg vermoeiend, al dat geschrijf? Ja. Nee hoor, ik hou het gewoon kort. Nee, ik vind het toch raar. Het is zo stil. Nou, ik vind het niet erg. En ik hoef hem niet aan te kijken. Kun je hem zo vergeten? En? Nog ontwikkelingen? Lotte heeft de waarde van Emora opnieuw berekend. Met alle stille reserves en alle goodwill naar de hele mikmak... is Emora veel meer waard dan het Daniel biedt. Mooi. Maar ik bedoelde eigenlijk ontwikkelingen tussen jou en Lotte. De situatie is volkomen belachelijk. Hey, kunnen we die functioneringsgesprekken niet met briefjes doen? Prestatie onder de maat, geen salarisverhoging, houdoe toedeloe. Heel leuk. Die functioneringsgesprekken, zijn die vandaag? Ja. Heb je er ook zo zin in? Misschien hoef jij ze helemaal niet te doen. Ga je het in je eentje doen? Dat kan toch niet? Nee. Nee, niet alleen. Nee. Ah, je zei wat. Ach, doe niet zo flauw. En weer.